Wel er tegenover. Okay, ja. Wij gaan naar een gezellig geluid. Bellen met een goede bekende. Winston Kastanienfiets, wat is er aan de hand daar? Ja, het is een beetje luidruchtig op de achtergrond inderdaad. Dat heeft alles te maken met het feit dat wij vandaag met Boulevard 10 jaar bestaan. En we hebben net geproost en ik sta met een taartje in mijn hand en ik slik net een lekker stukje weg. Heerlijk. Wat voor taart is het? Ja, het is heel hip geworden. Het zijn van die spiesjes met aardbeien en soesjes. Oh. Er zit zelfs een Boulevard-logootje op de slag. Wat wil je nog meer? Godverdikke me. Hoe is het verder? Is de sfeer daar heel de tijd... Doen jullie wel wat met het programma nog vanavond? Of is het alleen maar feest en zuipen vanmiddag? Een beetje allebei eigenlijk. We staan nu met de hele productie uit de Blue Circle even bij Schil. We zijn hier met een mannetje op 60 staan we hier. Zal ik even onderbreken? Winston, het geluid is wel heel slecht. Daar kan ik weinig aan doen op dit moment. Kan je me zo horen? Ja, dat is wel iets beter dit. Oké, ik sta hier in ieder geval dus met een man of 60 met het hele team. Gaan we hier even proosten en dan gaan we natuurlijk zo naar de studio waar het niet helemaal zal gaan over 10 jaar Boulevard. Maar we zullen er wel even bij stilstaan. En ik zit natuurlijk pas een kleine 4 jaar, maar Albert, die heeft hem toch al 10 jaar meegemaakt. Dus voor hem extra bijzonder. Maar zijn de andere hosts van Boulevard er ook? Nee, dat missen niet. De Bo ook niet. Ik kreeg net wel een hele leuke lieve sms van Bo, waarin hij toch ook aangaf dat hij, als hij terugblikt op 10 seizoenen Boulevard, er toch wel erg veel gebeurd is. En dat hij trots is dat hij er onderdeel van is geweest. Dus hij kon er niet bij zijn, maar hij heeft wel zich laten horen. Hoe lang blijf jij het nog doen, denk je? Want je doet zoveel daarnaast nu ook. Ja, klopt. Ik heb nog totaal geen intentie om ermee te stoppen. Maar je moet er natuurlijk eigenlijk nooit mee stoppen, hè, Winston? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik mezelf wel eens af heb gevraagd waarom mijn voorgangers dat gedaan hebben. Ja, precies. Was de grootste fout van Bo ooit. En ook van Daphne. Precies. Ja, dus ik ben dat niet van plan, hè? Nee, maar ik denk dat er komt, het wordt toch vaak een beetje laagdunkend misschien over gedaan. Maar dat is natuurlijk ook helemaal niet. Je ziet iedere dag er op de televisie. Ja. Ja, er zijn heel veel mensen die toch ook denken van ja, ik wil de volgende stap maken. Zodra die volgende stap in ieder geval creatief gezien qua tijd met zich meebrengt dat je het niet meer kan combineren. Ja, dan snap ik dat natuurlijk. Maar zolang je het wel kan combineren, dan zal ik in ieder geval dit zeker blijven doen. En ik kan me geen enkele reden bedenken waarom ik met dit programma zou stoppen. Nee. Want zie jij nog ontwikkeling in het programma? Zijn er nog dingen die de komende 10 jaar bij wijze van spreken anders gaan? Of dat je denkt dat het zou leuk zijn als het die kant op gaat? Nou, ik denk dat als je gewoon naar 10 jaar Boulevard kijkt, dan is er eigenlijk al heel veel veranderd. Dus het gaat alleen maar entertainment nieuws. Dan zijn we natuurlijk al met crime, met John van der Heuvel. Als je nou kijkt hoe Keith Bakker behandeld hebben, soms als er mensen overlijden, hoe wij daar dan speciale shows van maken. Boulevard is een stuk breder geworden en de deskundigen zijn ook beter geworden. Ik denk dat de verandering in Boulevard, voornamelijk op de inhoud, zal zitten die nog dieper zal zijn op alle verschillende afdelingen die we hebben. Of het nou crime is, of het nou lifestyle is, of dat het de royalty is. Ik denk dat je er meer zo moet zien en dat je voor de rest niet te veel moet veranderen, want dat wil die kijker ook helemaal niet. En zijn er nog leuke verrassingen vanavond? Ja, nou, dan zijn ze voor mij ook een verrassing in ieder geval. Maar er zijn wel een aantal dingen waarbij ik met je in het draaiboek ook iets van mocht weten. Dus ik ben ook heel benieuwd. Nou, heel veel plezier vanavond met de 10e editie van RTL Boulevard. Presentator Winston Kastanienfiets. De enige presentator. Wist je dat hij een handicap heeft trouwens? Heeft Winston een handicap? Ja, hè, Winston? En dat heet Albert, of niet? Ik ben helemaal in. 13,5 toch? Wat zeg je? 13,5. Wat 13,5? Een handicap. Heb je het over golf? Oh, dat bedoel je. Hey, veel plezier vanavond. Dag mannen. Doei.